kanonnen. Jochem, is de vesting nou eindelijk in staat van verdediging? Ja, nou, laat Piepie nou maar komen, hoor. Dan schieten we met alle kanonnen tegelijk, zeg. Ik ben nog nooit van mijn leven zo kwaad geweest. Je moet de kanonnen eerst laten proefvuren. Ik wil zeker weten dat ze allemaal werken. Ai, ai, kapitein. Haal de lonten. Haal de lonten. Haal de lonten. Zo. Ik geloof dat ik maar eens eens een lekker oudje ga knappen, hè? Ja, wat denk je is een boterham. Waar komt het schot vandaan? Oeh, dat is een pittie geweest, hè? Trek de posten op de vestingmuren! Pippie, gelijk, krijg wat ruim. Spreiden! Allemaal op, rustig blijven, jongens, rustig, rustig. Geen paniek, geen paniek. Ja, ja, nu komt Pippi. Tommy, Annika. Kom eruit. Vlug. Vlug. We hebben niet veel tijd. Waar gaan we nou heen? Verstoppen in die put. Goed dat mama ons niet ziet. Die zal ons meteen met een kruik in bed stoppen. Ze is zeker altijd bang dat jullie wat overkomt. Ja, altijd. Maar Pippi, hoe lang moeten we hierin blijven? Oh, tot vannacht, dan slapen de zeerovers. Blijven vuren! Haal hem toch maar even op. Dat maakt niet zo. Ja. Haal die handen op.
toch? Dat is messen, Jochem. Ja, maar nu is hij alleen nog Jochem. Zonder mes. Zien jullie daarboven waar die zakdoek hangt? Daar zit mijn papa. Zo hoog, daar komen we nooit bij. Dat halen we nooit. Jullie niet, maar ik wel. Als ik me iets in het hoofd gehaald heb, dan zal ik het ook doen nog. En wij? Wat moeten wij doen als die zeerovers wakker worden? Stop je weer in de kanonnen. Daar zit je veilig. Kom. Je moet wakker worden. Hé, wie is daar? Stilte! Wat is dat voor een mooie droom. Als dat toch waar was. Pippi is bij me. Daar zit ze aan mijn bed. Mijn kleine dappere kind. Wat is dat een mooie droom. Dit is geen droom, papa. Ik ben werkelijk gekomen. Nee, dat kan niet waar zijn. Niet jokken, Pippi. Dan zullen we maar eens een krachtproefje maken. Misschien geloof je dan dat het geen droom is. Ja, ik geloof je. Je bent het werkelijk. Oh. Je bent mijn kleine schat. Kleine schat, ben je een beetje op school geweest? Hopelijk komt er niemand. Vandaag is er elk ogenblik iemand gekomen. Wie heeft je binnengelaten? Ik ben door de schietsleuf gekomen. En als jij niet zo dik was, konden we daar weer uit. Ik en Dick? Ik ben toch alleen maar fel over been. Ik heb hier op water en brood gezeten maandlang. Ach, Pippi, ik heb toch zo'n honger. Wat? Jij hebt honger? Dat gaat niet, dikke papa. Ik ga wat eten voor je halen, pap. Hei ho, ho. Zeerovers drinken altijd zo. Rood is de wijn, de zee is grauw en wij zijn altijd blauw. Gebraden schapenbout, wat denk je daarvan? Krijg je, hoor. Daar komt iemand. Verstop je, Pippi. Hoe gaat het? Je hebt honger, hè? Je hoeft maar te spreken, hoor. Dan krijg je meer water dan brood. Pippi is hier! Pippi is hier! Heb jij gehoord wat hij zegt? Ach, dat betekent toch niks. Die kletst altijd maar wat. Huh? Wat is er met jou, Roselinde? Ben jij ook al door angst voor Pippi aangestoken? Nee, hoor. Wees maar gerust. Pippi kan niet meer gevaarlijk worden. Zit ze wel, hoor. Zit ze hier? Wat op, Pippi is hier, Pippi. Hoor eens, op jou, Pippi, kun je lang wachten, hoor. Die komt nooit hier. Of dacht je nog altijd dat ze in deze toren zou kunnen doordringen, dikkop? Dat denk ik. Dat kan ik je raden om alle hoop op te geven. Ze is namelijk al lang hier in de vesting aangekomen. Wat? En daaronder blijf jij zo rustig? Dat begrijp ik niet, messen, Jochem. Heb je dat zelf gezien? Ik heb haar duidelijk gezien. En ik kan je vertellen waar ze zit nu. Ja? Ja, waar dan? In onze veiligste kerker. Heel diep onder in het rotsgesteente waarop de vesting staat. Daar zit ze opgesloten. Verbaas je, hè? Ja, opgesloten! In de kerker! In de Jullie hebben dat arme kind opgesloten. Is dat werkelijk waar? Natuurlijk is dat.